Yo, kijk van INTV hebben we een nieuwe aflevering van Rollercoaster Tycoon World. En ik zie dat heel veel mensen ondertussen honger hebben. Dus we gaan even snel het Paco Taco hier neerdonderen. Dat mensjes wat kunnen eten. Onvoldoende saldo. Kom op mensjes. Zet hem hier neer. Wil ik deze heel graag open hebben. Maar alleen waarom gaat hij nou niet open dan? Wat is er hiermee dan? PC is al duur. Zeg. Openen. Dit zou voor zelf geld moeten gaan opbrengen. De parkwaarde is wel gestegen met 1%. Jongens, hier staat prullenbak. Waarom gooi ik die op de grond? Daar is een prullenbak. Jullie schreeuwen? Wij hebben al, ik heb honger. Kijk. Goedkoper dan ik had verwacht. Dat is 8 euro. Dus als je iets wil weggooien, ga je dus... Je kunt gewoon door die prullenbak heen rennen, serieus. Mob even close with the physics. Wat denken de mensen nou eigenlijk? Van links gaat binnenhouden, ik heb honger. Kopen heb ik had verwacht. Oké, okay, maak er 8,5 euro van. Oké. Okay. Ik hoop dat dit echt dit restaurantje heel veel geld gaat opleveren. Oh, kijk dan hoe ver die mensen gewoon moeten lopen hiervoor. Oké, okay, 9 euro dan. Autosaving. Ik hoop dat ik had verwacht. 9,5 euro dan. Ik heb er nog eentje bij die ik goedkoop vind. 8 andere. Ik hoop dat ik had verwacht. Nou, oké, okay, dan maken we er 10 euro van. Voor Paco Taco. Taco Taco Burrito. Dat is ook aan de kant. Kijk, weer autosaving. Kan iemand me vertellen wat Paco Taco 1 is? Mensen vinden nog steeds goedkoop. Wauw. Maar ik heb nog steeds niet genoeg geld eigenlijk. Ik heb nog steeds niet hard genoeg. Wel best is niet meer te zeggen dat het goedkoop is. Dat is in ieder geval iets. Zo betaal ik niet voor burgers. Maar oké okay dan. Waar is die attractie met mijn... Wat de F is die monteur aan het doen? Hij gaat dat ding nu repareren hier. Hallo? Waar is die monteur aan gebleven? Waar? Ja? Wat heb ik namelijk aan jou? Ik kan niet op jou klikken. Mijn parkwaarde... daalt weer iets. En waarom? Puur omdat ik er gewoon te weinig geld krijg. Ik vind het mensen nog steeds duur, dus. En de hele vraag nog: waarom is deze nog steeds kapot?
Ik heb er geen benzine van. Kijk, inkomsten per uur. Totale winst al. Kijk, dat zaakje loopt. Oké, hij draait weer. Ik wil even 2 euro van maken. Er loopt niemand meer in. Waarom niet? Ik kan echt niet zoveel betalen. Zolang ik hier mensen in ga, vind ik alles maar best. De meeste mensen betalen toch wel. Maar een paar van de idioten nodig. Kijk, deze begint toch goed te lopen. Een taco, taco burrito. Maar eigenlijk nog een drankkraam hierbij neerzetten. De ontdorster. Wil ik die graag. 1600. Al, oh, is allemaal zo duur. Onvoldoende saldo. Als ik nou een klein beetje geld erbij had. Die burger tent nog. Die taco tent nog extra dingen gaat verkopen. Maar ja, dat doet hij dus niet. Mensen zijn nog verdwaald zo te zien. Als ik net die 1600 bij had. Dan kan ik zo'n drankkraampje plaatsen. Zo'n drankkraampje. Ik heb extra doekoes. Wacht, de vorige keer was ik nog bezig met advertenties. Advertenties geven natuurlijk nog meer mensen. Dat levert ook veel meer doekoes op. Financiën. Maar dat kostte 1600. Die. 11,25 intree. Kijk eens dan, wat extra monies. Die is ook snel naar binnen gerend. Nog iets minder dan 100 euro. Ja, waar komt dan nog heel veel inkomsten vandaan? Eten, die attractie, die attractie, die attractie, die en die en die en die. Niet, maar echt, deze hier wel. En deze is ook best wel goed. Even wat duurder maken. Heel lang. Zo, we gaan betalen. Ja, kopen die hap. Ik wil wat extra mensjes hebben. Ja, er gaat er wat meer mensen er zijn. Uiteraard heeft natuurlijk extra geld op. Extra mensjes is extra geld. Als ik uit de mensen zak kloppen is mooi meegenomen. Wat doet die monteur toch allemaal? Ja, dat zou ik wel. Waarom is die parkwaarde toch zo hard uit het kelderen? Eens extra's bij hebben. Dat lijkt tussen wel op. Zit met jouw inspectie. Niet heftig genoeg. Drieënhalf. Kan ik dit wel van vragen? Gewoon een beetje extra zelfs. Nou, ze zijn net iets te. Zoiets denk ik beter. En wat zijn we schoonmaakers aan het doen dan? Ik ga jou eens even oppakken. En je gaat hier maar eens even wat schoonmaken.
Boom. Zo, ziet er echt prachtig uit wat jij doet, jongen. Die ben ik nog nooit geweest. Ik ken wel eens wat meer mensen bij in het park. Alleen niet echt genoeg. Ik vind de mensen voor de prijs van de wc's. 75 cent. Ik heb die extra geld nodig. En misschien die beroemdheid niet veel wat hoger moeten krijgen. Straatlantaarn met één lamp. Nou, die kan tussentijd nog gaan doen. Zo neerzet. Kijk. Er kan niet veel mis mee gaan. ...60%. Kijk eens aan. Maar het hele probleem is, ik heb ook gewoon consistent geen geld in deze game. En dat begint dus echt te irriteren. Want een gemiddelde attractie is gewoon duur. De game is gewoon zo unbalanced. Ik ben al langer dan een uur bezig met dit park. En ik krijg een parkwaarde, maar niet omhoog. Maar het geldt alleen maar. Ik ben deze episode ergens op 1200 euro begonnen. En ik ben nog lager dan waar ik begon. Neem dat mijn parkwaarde gewoon niet hoger krijg. En hoe? Ik heb geen flauw idee. Ik krijg maar geen meer geld. Als ik dus geen meer geld krijg, gaat het juist mis. Kijk, en hier met bulkwissen. Dat kost echt enorm veel geld. En een beetje een fatsoenlijke attractie, moet je kijken naar die prijzen. Hoe duur kost deze? 660. Ga ik deze meteen bouwen? Gaat weer wat verder omhoog, maar alleen mijn saldo is eigenlijk nog steeds te laag. Ik denk dat mijn park rating, mijn frame rank verder omhoog moet om meer geld te verdienen. Zo'n idee heb ik misschien. Misschien weten jullie dat wel. Laat het weten in de comments. Wat daar precies goed voor is eigenlijk. Kijk, het probleem is, ik krijg ook wat geld erbij. Boom, weer weg. Hey mensen, ik ben van plan om naar Ed Langewaal te gaan voor hun zonnebrand. Oké. Wat zoekt hij? Eén souvenir van zonnige zonnebrillen. Alleen, ik heb niks met souvenirs. Ik moet een lening aangaan even. Ik wil gewoon wat proberen. Ik ga een paar souvenirwinkeltjes plaatsen. Met zonnebrillen. Eentje zet ik hier neer en die andere is hippe hoedjes. Die komt daar te staan. Dus ik moet ook een paar extra attracties hebben, want met attracties verdien ik juist geld. Nee, het probleem is, ik durf eigenlijk gewoon
niks, geen lening aan te nemen, puur omdat je gewoon zo hard afgestraft wordt. Kijk, en dat is gewoon het hele probleem. Paden. Deze boom is toch dood. No, 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 no. Dat gaan we dus niet wissen. Oké, doen we dit. Helemaal hier naartoe. Even kijken, dan hebben we dus wat omgeving dingetjes nodig. Een paar bankies. Zoiets, zoiets. Een paar vuilnisbakkies. Die mensen kunnen gebruiken. Dan hier misschien nog even een ander souvenirkraampje. Met ballonnen of zo. Klein beetje extra geld. Openen, openen. Ik weet niet precies wie die is. Nou, 7,5 euro vind ik wel duur genoeg. 7,5 euro voor een zonnebril is goedkoop. In een attractiepark. En voor een zakje lucht. 6 euro. Goedkoop genoeg. Deze mag naar 2,50 van mij. Dat is een dure attractie. 3 euro. Deze hier was ook duur. 3 euro. En dan heb ik nog 800 euro. Wat kan ik nog kopen ervoor? Hooi wagentjes. Heb ik die al? Heb ik die al? Ja. Glijbaan heb ik al. Die heb ik al. Nou, dat was het dan. Voor de inkopen. Maar in de volgende episode gaan jullie zien wat er gaat gebeuren met deze beroemdheidsevent. Dus laat een like achter, vergeet niet te abonneren. Tot de volgende keer. Doeg!